Het Kong Nawang-project van het ministerie van Sport en Jeugdzaken is in de afgelopen periode geëvalueerd. Hieruit is komen vast te staan dat activiteiten op het gebied van jeugdontwikkeling en gemeenschapssport in de verschillende buurten vooralsnog extra aandacht verdienen. Binnen het project zijn landelijk ruim 20 multifunctionele centra operationeel die buitenschoolverband mogelijkheden voor zinvolle vrije tijdsbesteding aanbieden aan jongeren tussen 6 en 16 jaar. Dit steeds in het kader van de jeugdontwikkeling en de bevordering van de gemeenschapssport. Het ministerie heeft vanwege de huidige financiële situatie de centra op een laag pitje draaiende gehouden, maar heeft inmiddels weer mogelijkheden om de beschikbaarheid van de activiteiten op te voeren. Vanaf vandaag kunnen jongeren weer volop gebruik maken van de activiteiten op de verschillende Konawang-centra, zegt het ministerie in een persbericht. Deze activiteiten zullen simultaan met het schooljaar worden afgewerkt, waarna het ministerie voornemens is haar jaarlijkse vakantieprogramma uit te voeren. De centrumcoördinatoren zijn enthousiast om de jeugdigen weer volop te ontvangen. Onder andere zullen culturele, muzikale en creatieve vorming, als ook ICT, behoren tot de programmaonderdelen. Daarnaast wordt jong ondernemerschap en talentontwikkeling gestimuleerd en zal door middel van voorlichtingssessies de jongeren bewust gemaakt worden van seksueel misbruik, drugs en criminaliteit.